Dit is de eerste van een serie van drie weblessen over het onderwerp astrofysica, 6-VWO en ook een beetje 5-HAVO. In deze eerste webles gaan we een aantal basisbegrippen bekijken die te maken hebben met het begrip astrofysica. Een astrofysicus of een astronoom die heeft niet heel veel... Experimenten uh, om uh, tot data te komen. Eigenlijk kan een astronoom maar één ding doen, en dat is naar de hemel kijken. En vrijwel alle informatie die uh, hij of zij dan ziet, zal zijn in de vorm van licht. En uh, als ik zeg licht, dan uh, bedoel ik natuurlijk fotonen. En fotonen hebben verschillende frequentie. Hoe hoger de frequentie, hoe energierijker uh, het fotoon, foton zal zijn. En uh, door die fotonen te bekijken. Probeert een astronoom, een astrofysicus, te achterhalen hoe, de, hoe het heelal in elkaar zit. Nou, dit is een heel bekend voorbeeld. Dus ons meest bekende hemellichaam, namelijk de zon. Je ziet hier de zon draaien. Dit is een, een compilatie van een aantal foto's achter elkaar. Want de zon draait in ongeveer 27 dagen een rondje. Dus dit is sterk versneld. Maar dit is wat je zou kunnen zien als je naar de zon kijkt. Met een speciale telescoop. Met een filter ervoor. En dan kijk je in het zichtbare licht. En dan kun je dus een aantal dingen van de zon achterhalen. Maar is dit nu alles. Alle informatie die je kunt herleiden. als je naar de zon kijkt? En dan pak ik even dit plaatje erbij. Het plaatje van het elektromagnetisch spectrum. En dan moeten we concluderen. dat het, de foto die we aan de rechterkant zien. dat dat maar een klein stukje van het spectrum. Bevat namelijk alleen het zichtbare licht. Wat nu als ik naar de zon zou kijken met een ander soort straling, bijvoorbeeld radio, infrarood, ultraviolet of gammastraling? Nou daar heb ik ook een plaatje van, een uh, plaatje gemaakt in het ultraviolette gedeelte van het spectrum, ook van onze zon. En dan zie je dat er ineens hele andere uh, details zichtbaar zijn, hele andere processen zichtbaar zijn. Um, dus als we ons alleen maar beperken tot het zichtbare licht, dan missen we heel veel informatie over een hemellichaam. We hebben een instrument om al die hemellichamen te bestuderen en dat is het telescoop. En het telescoop heeft eigenlijk twee doelen. Ten eerste wil je zoveel mogelijk licht opvangen, zodat je ook, zo, ook de wat minder heldere objecten aan de hemel goed kunt zien. En daarnaast wil je ook graag dat je meer details kunt zien dan met blote oog. Dus de resolutie wil je ook hoger maken uh, middels een telescoop. Um, en als we het hebben over zichtbaar licht, dan hebben we eigenlijk twee soorten telescoop, telescopen waar je het over kunt hebben. Dat is aan de linkerkant de refractor, oftewel de lensetelescoop. Uh, denk bijvoorbeeld aan de verrekijker. En aan de rechterkant de reflector, oftewel de spiegeltelescoop. En vooral als de telescopen een stuk groter worden. Groter dan, eh, laten we zeggen, 10 centimeter, en ook professionele groottes krijgen, dan is het veel handiger, veel goedkoper en ook technisch veel makkelijker om een spiegeltelescoop te maken. Maar het effect is hetzelfde: ze bundelen allebei het licht dat komt van een ver weggelegen hemellichaam eh, op één punt, zodat je een hele heldere afbeelding kunt krijgen. Um, als we gaan kijken naar professionele telescopen, ja, dat meer licht vangen. Dat kun je dus extreem doen door een hele grote spiegel te maken. Je ziet hier een foto van een spiegel met een doorsnede van, of een diameter van ettelijke meters. De grootste spiegels die op dit moment gemaakt zijn, die zijn groter dan 10 meter in diameter. En zulke grote spiegels vangen dus enorm veel licht op en maken het je mogelijk om hele lichtzwakke voorwerpen toch te zien. En ook zul je de resolutie een stuk hoger krijgen, want uh, een grotere diameter van je spiegel of van jouw lens leidt ook tot een hogere resolutie. Daarnaast heeft de astronoom nog een tweede truc. En dat is namelijk uh, gebruik maken van uh, uh, ouderwetse foto's, of uh, wat ze natuurlijk nu doen: digitale foto's. Het grote voordeel van een digitale foto is namelijk dat je, uh, in tegenstelling tot wanneer je kijkt met je oog, je heel lang licht kunt gaan uh, verzamelen. Je kunt een hele lange belichtingstijd nemen en zeker als je een telescoop hebt die uh, gebouwd zit op een opstelling waarmee de sterren gevolgd kunnen worden, dan kun je tot uh, urenlang zo'n ster of zo'n hemellichaam belichten. En hoe langer je belicht, hoe meer fotonen je binnenkrijgt en hoe helderder het beeld wordt. En met je blote ooglucht lukt dat niet, want jouw oog die ververst ongeveer 14 keer per seconde het beeld. Dus je kunt hooguit 1/14 seconde licht opvangen en dan begint het proces weer opnieuw. Dus door gebruik te maken van foto's kun je uh, je, je lichtopbrengst enorm veel hoger maken dan wanneer je met het blote oog kijkt. Daarnaast is de locatie ook van belang, ook voor. Uh, telescopen die in het zichtbare licht werken, is het erg handig om boven op een berg te zitten, want dan heb je minder atmosfeer, meer, minder atmosfeer tussen jou en de hemellichamen en ook minder um, uh, verstrooiing en, en vertroebeling van je beeld. En nog beter, en we gaan dadelijk ook zien dat het soms ook niet anders kan, is uh, wanneer je je telescoop in de ruimte kunt hangen. Hoe zit het nou met die verschillende golflengtes waarin je kunt waarnemen? Nou, er zit een, uh, we hebben wel een probleem op het aardoppervlak, want de atmosfeer van de aarde die werkt heel goed als een filter. Uh, veel soorten, um, soorten straling worden door de atmosfeer heel goed tegengehouden. Er zijn eigenlijk maar twee soorten straling die vrijwel of geheel door de atmosfeer worden doorgelaten. En dat is het zichtbare licht en dat is uh, bepaalde soorten radiogolven. En dat kun je hier ook in het plaatje zien. En we, hebben dan, we noemen dat met een mooi woord het optisch venster en het radiovenster. Dus als je staat op zeeniveau op de aarde, dan kun je zichtbaar licht en radiogolven goed registreren van buiten de aarde. Maar alle andere soorten straling, bijvoorbeeld gammastraling of infrarood of ultraviolet, die worden tegengehouden door de atmosfeer. Radiotelescopen zoals je die hier ziet, die kun je dus gewoon op de aarde zetten, op het aardoppervlak. Maar met uh, gamma-telescopen, infrarood-telescopen, UV-telescopen moet je een andere truc doen. Die moet je uh, buiten de aardatmosfeer brengen. Dus uh, door er een satelliet van te maken kun je ook in het gammaspectrum uh, waarnemen en in het infrarood. En uh, zelfs in het zichtbare licht, zoals je aan de rechterkant ziet, dat is de Hubble-telescoop. Zelfs in het zichtbare licht geeft het ook enorm veel voordelen als je echt boven de atmosfeer zit. Want dan kun je helemaal storingsvrij kun je, je waarnemingen doen. Oké, okay, we gaan dus wat meer de natuurkunde in. Um, ik heb hier een plaatje van uh, de zon en het licht dat de zon uitstraalt. En daarbij uh, is de intensiteit uitgezet uh, tegen de golflengte van het licht. Dus de intensiteit op de i-as en op de x-as, de golflengte van het licht. En dan zie je uh, ja, zie iets bijzonders. Er zit een piek in de curve van de zon. En die piek die ligt ergens zo rond de uh, um, ja, halve micrometer, 500 nanometer. En als je de binas erbij slaat, dan zul je zien dat is in het zichtbare licht. Dus de zon schijnt uh, het felst in het zichtbare licht. Maar wat blijkt nou het geval te zijn? Die piek die verschuift naarmate het voorwerp warmer of kouder is. Bij koudere voorwerpen ligt die piek in de wat langere golflengtes. En bij warmere golf, uh, warme voorwerpen ligt die piek in de wat kleinere golflengtes. Dus hoe kleiner de, de golflengte van de piek, hoe warmer het voorwerp is. Dus je kunt op deze manier... Kun je de temperatuur meten van de Zon, maar ook bijvoorbeeld van andere sterren? En wat je daarbij kunt gebruiken, is een formule die de relatie geeft tussen de temperatuur van het oppervlak van deze ster en de zogenaamde piekgolflengte. En die relatie is de wet van Wien gaan heten en die ziet er als volgt uit. En wat je hier eigenlijk verkapt ziet, is een verband, namelijk een omgekeerd evenredig verband tussen de temperatuur en die maximale golflengte. Daarnaast hebben we nog een wet, en dat is de wet van Stefan-Boltzmann, en die wet kun je gebruiken om het stralingsvermogen van uh, bijvoorbeeld een ster uit te rekenen. En de het stralingsvermogen is eigenlijk de hoeveelheid watt die het voorwerp uitzendt per vierkante meter. En dat stralingsvermogen dat blijkt ook, maar eigenlijk van één ding af te hangen. En dat is namelijk de temperatuur van het oppervlak. En uh, daarnaast ook nog een uh, constante. En eh, als je die formule erbij pakt, dus die wet van Stefan Boltzmann erbij pakt, dan kun je ook de lichtsterkte van eh, een ster berekenen, en dat is hoofdletter L. Want die lichtsterkte van een, van een ster hangt dus van twee dingen af, namelijk de temperatuur van de ster en de grootte van de ster. Want hoe groter de ster is, hoe, hoe meer vierkante meters je hebt. En uh, je kunt dat uh, combineren tot één grote formule. Je kunt zeggen: nou, de lichtsterkte van een ster is dus gelijk aan het oppervlak van een ster maal het stralingsvermogen. Maar omdat sterren vrijwel bolvormig zijn, kun je voor het oppervlak invullen 4πr². En uh, voor uh, stralingsvermogen hadden we al de wet van Stefan-Boltzmann. Dus de lichtsterkte van een ster, daarvoor kun je deze formule gebruiken. En je hebt dus nodig eigenlijk uh, de diameter of de straal van een ster. En de temperatuur van het oppervlak. Als je dat gaat toepassen op de zon, dan kom je voor de zon uit op een, op een totale lichtsterkte van 3,84 x 10 tot de macht 26 watt. Hoe zit het nou met de intensiteit waarmee je het licht van de zon ervaart? Nou, dat lijkt niet heel erg ingewikkeld. Dat heeft natuurlijk te maken met de afstand die je hebt. ...tot de zon. Zit je heel dicht bij de zon, dan zul je het heel warm vinden... ...en zit je veel ver weg van de zon, dan wordt het een stuk koeler. En eh, het verband tussen die eh, intensiteit eh, en de afstand, dat is de kwadratenwet gaan heten. Maar het is eigenlijk verkeerde naam, want het is een omgekeerde kwadratenwet. Het, het ziet er zo uit, het is één gedeelte r-kwadraat. Dus ga je twee keer zo ver weg zitten van de zon, dan wordt de intensiteit... Vier keer zo klein, want het moet zich verspreiden over een oppervlak, een bol die vier keer zo groot oppervlak heeft. Zit je drie keer zo ver weg, dan is het oppervlak van de bol 9 keer zo groot. Dus de intensiteit. De stralingsflux, zoals je die meet, die wordt dan 9 keer zo klein. Ga je dat nu voor de zon uitrekenen? Dan kun je uitrekenen ook hoe groot de stralingsflux is van de zon zoals je die op de aarde kunt meten en dat getalletje dat noemen we dan de zonneconstante je hebt dan natuurlijk nodig um, de, hoeveel uh, energie de zon uitstraalt per seconde nou dat hebben we net al gezien dat was een enorm groot getal en je hebt natuurlijk nodig de afstand van de aarde tot de zon en ga je die invullen dan kun je de str stralingsflux uitrekenen en dat heet dus de zonneconstante en die um, is dan ongeveer uh, 1,4 kilowatt Per vierkante meter groot. Dus met een uh, zonnecel zul je nooit meer dan 1,4 kW per vierkante meter kunnen opvangen, omdat de, uh, de stralingsflux gewoon niet groter is. In de praktijk is het natuurlijk een stuk kleiner, want het rendement van de zonnecel is niet zo hoog. Oké, okay, kort even samengevat, wat hebben we in deze webles gezien? Uh, dat uh, we eigenlijk vooral de fotonen kunnen uh, bestuderen die sterren uitzenden. En dat je een telescoop kunt gebruiken om die fotonen goed uh, te kunnen uh, opvangen. En dat lichtvangst uh, en resolutie daarbij heel belangrijk zijn. Dat de aardatmosfeer goed in het eten kan gooien voor heel veel soorten straling. Alleen zichtbaar licht en radiogolven die kunnen op het oppervlak van de aarde kunnen worden uh, geregistreerd. En dan hebben we gezien dat de plaats van, het, van de piek in jouw zonnespectrum of in een ander spectrum... Iets zegt over de temperatuur van het voorwerp, en dat kon je doen aan de hand van de wet van Wien. En je kunt ook iets zeggen over het vermogen, het stralingsvermogen dat de ster heeft. En daarvan kun je de wet van Stefan-Boltzmann gebruiken. En het oppervlak van een ster, en het is natuurlijk het oppervlak van een bol. En tot slot hebben we ook gezien dat de stralingsflux omgekeerd kwadratisch afhangt van de afstand die je hebt tot een bepaalde ster.